Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag mijn spring make-up routine laten zien. Jawel! Het is al echt lang geleden eer dat ik nog eens een make-up routine of zo heb laten zien. Dus ik dacht, er is van alles veranderd. I'm gonna show you guys. En hopelijk hebben jullie er iets aan. Ik doe niet heel veel speciaal, zoals velen onder jullie waarschijnlijk wel al weten. I'm a basic bitch. Nee, dat is ook weer niet, denk ik. Maar ja, qua make-up toch wel. Ik hou het vrij simpel, vrij neutraal. Ik gebruik niet heel veel op mijn gezicht, maar wat ik gebruik, dat ga ik jullie laten zien. Dus let's get to the tutorial. Zoals jullie kunnen zien, heb ik nog schmink op mijn gezicht. En speciaal voor dit ga ik de schmink eraf doen. Ik ga mijn haar eerst misschien omhoog doen. Want anders dan hangt dat allemaal in de weg. En dat willen we niet. En ik ga mijn make-up eraf doen met Nivea Crème Care reinigingsdoekjes. Die gebruik ik normaal nooit, maar ik zag dat hier liggen. Dat is van mijn zus. Dus ik dacht, ik gebruik dat snel. Dat is zo snel en zo doekjes. En ik vind altijd wel dat dat een fijn gevoel geeft, zo doekjes. Ook al zeggen ze dat dat kei slecht is voor je huid. It's all gone. Mijn face ziet er zo uit. Fresh. So pretty. Dit is mijn make-up tasje. Ik heb niet heel veel make-up nu, wat ik gebruik momenteel. Maar dus voor sommigen zal dat nog wel veel zijn en sommigen zullen zoiets hebben van amai, dat is niks. Ik heb even een beetje ingezoomd op mijn prachtig hoofd, zodat jullie mij beter kunnen zien. En we gaan gewoon beginnen met mijn make-up. Ik gebruik altijd dit spiegeltje van Orphelia, mochten jullie dat ook willen weten. Nou, dat is wel klein, dus niet super handig om dagelijks je make-up mee te doen, maar ja. Als eerste ga ik concealer doen. Ik heb het pas geleerd dat je concealer onder de foundation moet doen. Ik deed dat altijd erboven, maar blijkbaar is het beter om dat eronder te doen. Ik weet niet waarom, maar dat zou beter zijn volgens make-up artiesten. Dus ja, en ze zullen het wel weten. Ik gebruik de Maybelline Age Rewind concealers. Die gebruik ik ondertussen wel een paar jaar. Dus eerst ga ik met sand onder mijn ogen. En dan ga ik met een iets donkerdere kleur. Er staat geen kleurnaam meer op. Maar alleszins een iets donkerdere kleur ga ik er daarna nog eens onder. Dus eerst sand. Ik maak altijd driehoekjes onder mijn ogen. En ik ga altijd zo'n beetje uit, want dat verbreedt zo de highlights of zo van je gezicht. Dan mijn pukkel hier in het midden, die is er nog altijd. Een beetje hier, een klein beetje hier. Hier heb ik iets rood en hier. Dus concealer nummer 1. Dan ga ik met mijn beauty blender, die dringend aan vervanging toe is, dat deppen. En uit, ja, smeren. Oké, concealer nummer 1 zit erop. Dan pak ik concealer nummer 2. En doen we nog een klein driehoekje onder de ogen. En nog eens op mijn pukkels. Ik doe ze niet meer allemaal. Want sommigen hebben genoeg aan één laag, maar sommige pukkels zijn zo hardnekkig dat ze twee lagen nodig hebben. Dan gaan we ook weer dat uitsmeren. Nee, dat is geen goed make-up woord. Blenden. Dan gaan we dat ook blenden. In de huid blenden. Wauw. Een echte make-up guru. Oké, ik denk dat we genoeg geblend hebben. Next is foundation. Ik gebruik de
Mineral Foundation van Bella Pierre in Latte. Dat zo uit de nummer is. MF003. Voor de mensen die iets met een nummer zijn. Ik heb geleerd dat ze dat zo in het dekseltje moeten. En dan is dat zo. Dan pak ik mijn kabuki brush. En die swish ik kei goed in het dekseltje. Dat is het leukste. Het is precies zo of je zo chemische dingetjes aan het maken bent of zo. Dat is tof. En dan ga ik eerst verdelen. Gewoon eigenlijk wrijven dus. Over mijn gezicht. En dan ga ik rondjes draaien. Of toch zoiets. Goed draaien. Want met deze minerale foundation hoeveel te beter je dat in je skin, in je huid werkt, hoeveel te beter dat eruit gaat zien. En dat is trouwens ook huidverbeterend of zoiets, minerale make-up. Dus dat is ook mooi meegenomen. Dan spiegeltje. Dat is te veel waar. Dan ga ik nog voor een tweede laag. Want ik vind dat ik bij de eerste laag niet genoeg had. Want ik zie nog zo wit. Ik wrijf ook rond mijn ogen. Ik weet niet of dat goed gestaan is. Maar ik ben geen make-up expert. Ik doe maar wat goed voelt voor mij, weet je. Ook een beetje mijn nek, want anders dan zit je strepen. Oké, ik denk dat het wel goed is. Ja. Ziet er oké uit, hè? Kan er mee door. Next is oogschaduw. Ik gebruik één kleur. Dat is van Yves Rocher. En de kleur is roze. Deze ziet er zo uit. Dat is zo'n beetje een mauve roze. Of noemt je zoiets. En ik ga deze twee borstels gebruiken. Een angled brush en een fluffy blending brush. Dat kan ik zo. Met de angled brush ga ik gewoon over mijn lid alles smeren. Over mijn ooglid wel, zwaar. En ik doe dat gewoon random zo. Hey. En dan aan de andere kant hetzelfde. Ik doe dat echt gewoon heel random over mijn oog. En wat ik dan gewoon ga doen is blenden in de crease of in de arcadeboog. Zodat er geen strepen zijn. Ik hoop trouwens niet dat jullie dat lawaai van de buurman horen. Waarschijnlijk wel. Want die is ineens aan het boren. Dus ja. Voilà. Maar dan zie je wel dat die overgang veel minder hard is als die. Hetzelfde aan deze kant. Blend, blend, blend. Voilà, dat is mijn oogschaduw. Dan, next is wenkbrauwen. Mijn wenkbrauwen zijn gemicroblade. Dus ik hoef die niet in te kleuren. Als ik die inkleur, dan gebruikte ik de Anastasia Brow Wiz in Soft Brown. Maar dat is niet meer nodig. Het enige wat ik doe is met een gelke die een beetje in de plooi leggen, want ik heb nogal lange haartjes. Zo. En deze kant. Ik moet wel zeggen, dat is echt super gemakkelijk. Zo'n microbladen wenkbrauwen. Ik hoef er echt niks meer aan te doen. Ik ben er echt heel blij mee. Dan het volgende is bronzer. Ik ga gewoon een klein beetje hier doen. Een klein beetje hier. En dan ga ik blenden met de Beauty Blender. Gewoon een beetje zo. Voilà. Aan deze kant. Tadaa. Zo. Dan hebben we zo'n beetje meer dit effect. Next blush. Ik gebruik ook weer van Bella Pierre de Mineral Blush in Suede. En de nummer is MB004. En ik gebruik ook deze angled blush
van Belle Pierre in nummer 36. Hier weer hetzelfde, een beetje in het kapje doen. En dan goed roeren. Dat goed in de borstel zit. En dan smile en de appeltjes kleur geven. En wat ik wel mooi vind, het is ook meer zo'n mauve kleur. Dat past goed bij de oogschaduw. Ik heb nog een beetje genomen. Misschien heb ik mijn blush iets te fel gedaan. Als ik mijn blush of zo te fel heb, dan ga ik altijd met die kabuki borstel er nog eens over. En dan blend er dan nog zo wat extra. Dan pak ik mijn mascara. Ik heb de Rocket Volume mascara van Maybelline. Ik gebruik ook altijd waterproof. Omdat een probleem wat dat ik heb met mijn wimpers, is dat die altijd afgeven hierboven of onderaan, maar meestal hierboven als het te vettig wordt. En met waterproof heb je dat niet aan de hand. Dus daarom gebruik ik dat altijd. En zo houdt de krul ook echt beter in mijn wimpers. Oké, andere kant. Ik vind echt dat mascara altijd de grootste, echt het grootste verschil maakt. Dat ziet er zoveel beter uit met mascara. Allee, ik ben zo echt iemand die dat nodig heeft, anders zie ik er gewoon moe uit. Oké, voilà. En van onder gebruik ik een andere, omdat dat een dunner borsteltje is. Dit is de L'Oréal Paris. L'Oréal Paris Waterproof mascara. En ik gebruik maar één kant ervan, nummer 1. Die is ook bijna op. Maar dit is zo'n dun borsteltje. Dat is handig voor van onder. En dan ga ik die wimpertjes ook doen. Voilà. Mascara. En dan zitten we al aan de laatste stap. En dat is highlighter. Ik gebruik ook weer highlighter van Bella Pierre. In de kleur Champagne. SP003 is een nummer. Maar ik denk niet dat dat highlighter is. Dit is normaal oogschaduw, denk ik. Maar ik gebruik die als highlighter. Want op de shoot van Bella Pierre hadden ze dat gedaan. Deze als highlighter gebruikt. En dat was zo mooi. Dit vind ik echt een van de mooiste producten die ik voor highlighter heb gebruikt. Dan ga ik gewoon met deze borstel op mijn cheekbones doen. En deze borstel heet trouwens de Fan Brush. En dat is echt zo'n champagne kleur. Beetje op mijn neus. Een beetje op mijn cupid's bow. Ik denk dat dat wel genoeg is. Oké, zo. Dat is mijn make-up. Zoals jullie zien, best snel. Niet heel veel aan. Maar ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. Amai, de highlighter is echt poppin. Deze kant precies niet zo hard. Maar ja, dit is mijn make-up. Lippenstift of zo doe ik bijna nooit. Voor de rest doe ik niet veel. De meeste dagen doe ik zelfs geen oogschaduw. Doe ik dat gewoon zonder oogschaduw. Op dagen dat ik zo wel eens wat extra tijd heb of roesting heb, doe ik wel oogschaduw op. Want ik vind wel dat dat de groene kleuren van mijn ogen beter naar voren brengt. Zoals ik al zei, ik ben zeker geen make-up expert of guru. Dus ik ken er niet zoveel van. Maar hopelijk vonden jullie het toch leuk om mijn basic lente make-up look te zien. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie overmorgen. Oh!